daar een korte vraag. Een tijd geleden werd door het stadsbestuur beslist om in het kader van de aanleg van het Morgenspleit de loketten van, van het administratief centrum dus te verhuizen naar het districtshuis. Er zijn ook al studies voor opgestart geweest en tekeningen gemaakt. We hebben die ook al kunnen bekijken. Mijn vraag is, wat is de stand van zaken? Is dat plan nu definitief? Worden er nog andere scenario's onderzocht? Hoe zit het met de inrichting van dat districtshuis? Welke aanpassingswerken zijn er nodig? Wanneer start men met de werken? Wanneer voorziet men de verhuis? Ik neem aan dat u op de hoogte bent dat dit ook in overleg gebeurt, of dat de stad u wel op de hoogte zal brengen van wat de plannen zijn. En misschien kan u ons de stand van zaken geven. Het college. Ik zal de stand van zaken geven die ik op mail heb gekregen vanuit het kabinet Van der Velden, maar het is niet zo dat wij spontaan op de hoogte worden gehouden door de stad. En wij hebben in begin maart, zoals ik daar juist al zei, een gesprek gevraagd met Schepen van der Velden. Het is niet zo dat Schepen van der Velden ons spontaan uitnodigt. Op 19 april 2013 gaf het college de opdracht aan de bedrijfseenheid Patrimoniumonderhoud, sinds kort Stadsbeheer, om het eindrapport van het herbestemmingsonderzoek Oud-Districtshuis met synthese van resultaten van de reeds opgeleverde externe studies op te maken. Hiernaast werd aan de bedrijfseenheid Patrimoniumonderhoud, sinds kort Stadsbeheer, de opdracht gegeven om een intern onderzoek te voeren naar de haalbaarheid van de integratie van de loketwerking in het oude districtshuis. Uit de studie blijkt dat de loketwerking, het vrije tijdsloket en de districtsloketten in het districtsgebouw geïntegreerd kunnen worden. Op deze manier krijgt het iconische gebouw deels een nieuwe bestemming en wordt het efficiënt en maximaal ingevuld. De liftinstallatie moet herbekeken worden en er zal worden onderzocht hoe het gebouw integraal toegankelijk kan worden gemaakt. Dit jaar, dat is in 2014, zal een architectenbureau worden aangesteld en zullen de plannen verder worden uitgewerkt. Hiervoor wordt een collegebesluit voorbereid dat in februari geagendeerd zal worden. Dus zoals ik zei, we hebben een onderhoud met Schepen van der Velden in maart. Dat collegebesluit wordt voorbereid zonder inspraak of advies van het district. Ook de nodige afstemmingen met de betrokken partijen moeten kunnen plaatsvinden, zodat in 2015 kan gestart worden met de inrichtingswerken. De inrichtingswerken omvatten hoofdzakelijk het reorganiseren van de ruimte, waarbij de historische elementen ongemoeid in de ceremoniële ruimte behouden blijven. Dan gaan we naar mevrouw Lansje. Ja, dank u wel. Dus zal ik verder opvolgen.